What the fuck? Moet je kijken. De zon. Het is nu 11 uur 's ochtends. De zon ziet er zo uit. Het is zo donker. Hoe de fuck kan dat? Nou, oké. Oké, maar laten we even beginnen met de video. Want ik ga vandaag Flipmaster spelen. Oké. Nou jongens, goedemorgen. Ik zit weer lekker in mijn huis. En ik ga weer eens een sit-down video maken. Want ik heb dat al een tijdje niet meer gedaan. Ik had laatst even op mijn Instagram gevraagd. Van, yo, moet ik op Art of Motion gaan reageren? Of Flipmaster spelen? En toen zei ongeveer 70% van jullie... daarom ga ik nu wel Flipmaster spelen. Als je Flipmaster niet kent, Flipmaster is een spelletje op je telefoon. Doe je het knopje induwen en dan doet hij een salto. En dan moet je scores halen of flips doen. En dat ga ik vandaag doen. Dit is trouwens mijn Instagram, maar als je me nog niet volgt op Instagram, dan kan je dat even doen. Door in het linkje in de dingetje te klikken in de beschrijving. Ik zal het even bovenaan zetten dat je zo een klik kan doen en dan erheen gaat. Of je zoekt even op Instagram naar Boaz, B-O-A-Z, O-O. Dus dit. Dan vind je mij en dan kan je me volgen en dan ga ik 100.000 miljoen volgers halen, want ja. Oh, de zon is zo raar. Oké, nou, zoals je ziet, ik heb bijna 200 coins. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb qua poppetje. Hij is bijna helemaal max. Knijter goed. Als je begint staat natuurlijk allemaal op 1 en dan kan je net een dubbele salto, maar ik kan nu gewoon kwads. Oké, laten we beginnen. Ik heb de balloon. Oké, we beginnen met een triple layout. Naar quad front. Naar triple dat. Naar quad back en naar triple pike. Nee, quad pike, quad pike. Ja! Oh! Oké, nou, weet je wat ik eigenlijk zat te denken? Flipmaster is eigenlijk knijter saai als je dat gewoon gaat spelen en gaat zeggen: wow, ik doe een salto, ik doe een salto. Zoals ik net deed. Dus wat ik had bedacht. Eigenlijk had ik nog niks bedacht, ik ben nu iets aan het werken. Dus wat ik had bedacht, ik ga van tevoren ga ik een combo zeggen die ik wil doen. Ik dacht, als het me niet lukt, krijg ik een minpunt. Als het me wel lukt, krijg ik een pluspunt. En uiteindelijk heb ik dan zeg maar. Meer dan 0 of minder dan 0. En als ik minder dan 0 heb, dan mogen jullie een opdracht voor mij zien die ik in de volgende video ga doen. En als ik meer dan 0 heb, dan ben ik vrij en dan kan ik weer verder gaan met mijn leven. Dus ja, zo wilde ik het gaan doen. Zullen we beginnen met een triple back, triple layout, triple pike. Misschien doe ik wel veel te makkelijke dingen eigenlijk. Nee. Oh, de eerste is al mislukt. Min 1. Oké, triple back. Triple gewoon. Triple lay naar triple pike. Het lukte me naar quad back. Oh, ik sloeg mijn pet. Het volgende ding is quad gewoon naar triple lay. Naar triple lay naar triple full, zeg maar. Want je kan fullen en dan doe je dus een backflip met 1 full en dat dan keer 3. Oké, dus quad back. Ik weet eigenlijk niet of dat kan, de first jump. Ja, oké. Naar triple lay. Naar triple lay. Naar 3 keer deze. En dat is kut. Oh, dat was 4. Nee, waarom deed ik 4? Oh my god, ik ben zo dom. Ik had er gewoon kunnen landen. Quad flip gewoon. Triple lay, triple lay, triple full. Wow. Ik ga veel te ver naar het hoekje. Naar 1, 2, 3. Ja, dat was hem. Oké, en doen we ook even naar Quint front. Oh, dat was bijna 6. Ja. Oké, die heb ik dus gedaan. Dus heb ik weer een plus 1, dus dan sta ik weer op 0. Oh, wacht, ik had die vorige ook gedaan, maar dat was niet binnen 1 try, dus die telde niet. Maar ik deed hem gewoon, denk ik. Zo. Ik weet eigenlijk niet, ik heb nog helemaal geen spelregels bedacht. Je moet hem gewoon first try doen en de tweede try kan je hem doen omdat het leuk is, maar daar krijg je geen punt voor. Dus ik sta nu weer op 0. Oké, dan gaan we full naar triple pike, naar quad back. Je draaide niet helemaal zoals de bedoeling was. Triple full naar triple layout naar quint flip. Dat is denk ik onmogelijk, maar oké. Triple full. Oh, kan dat de eerste jump eigenlijk wel? Nou ja, oké. 1, 2, 3. Naar quad back. Oké, ik moet zo vaak mogelijk triple layout doen. Maar ik krijg ze maar zoveel punten zo vaak als ik hem doe. Maar stel ik... zeg niet save en ik land hem gewoon. Maar ik val, dan krijg ik al die punten als minpunten. Snap je dat? Ik snap het wel. Misschien is het voor jullie niet duidelijk, maar anders merk je het zo hoe het werkt. Oké, dus we beginnen met de eerste triple lay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, volgens mij kan ik hier gewoon een eeuwigheid mee doorgaan. Oh nee. Ja, dat was... Oké, ik had er dus 3 gedaan en toen was ik dood. Ik had er dus 3
En toen ging ik maar een dubbel doen, dus dat is min 3. Dus daar zit ik op. Dus nu is dit mijn score geworden. Oké, nog een keer. Triple lay. Naar triple lay. Naar... Oh, ik deed helemaal weer fout. Dat is weer min 2. Dus er weer 2 minder. Fuck! Dit wil ik niet. Oké, wacht. Die telt niet. Die telt niet. Oké, nog een keer. Nog één keer. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Nee, 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 nee. Nee! 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 Ik vergat te tellen! En ik ging dood! Nee! Oké, nu is dit dus mijn score en ik zit echt in de min 10 volgens mij ongeveer al. Fuck! Oh jongens, ik had laatst, ik zat flipmessen spelen en ik woon zeg maar eigenlijk in Eindhoven voor stage bij Smoor. En ik woonde samen met een vriend van me. En ik zat in flipmessen te spelen, zeg maar op mijn kamer en hij zat op zijn kamer. Mijn camera viel even uit, dus ik had even een klein tussenpauzetje. Maar, wat ik dus aan het vertellen was. Ik rende dus zijn kamer en yo yo, Wesley, what the fuck, moet je dit kijken? Oké, dus ik deed triple lay en ik landde zo en ik zat gewoon ineens vast. Ik kon gewoon niet meer los. En dan heb ik een hele tijd lopen struggelen. Eigenlijk is het gewoon een leuk dansje wat ik deed. Toen kwam ik los en toen kon ik gewoon weer doorgaan. Je kan power-ups doen en toen had ik immortal, dus dan kan je niet doodgaan. Dus je kan op je hoofd landen. Omdat ik met zo'n rare power in de trampoline kwam, bleef ik gewoon vastzitten ofzo. Oh ja, trouwens, ik heb nu, zeg maar, ik heb Storm merch aan, vandaar dat ik eraan moest denken. Maar willen jullie dat ik merch ga maken? Want ik krijg wel vaker vragen van, ja, Paulus, ga ik merch maken? Maar ja, ik weet niet of genoeg mensen dat willen. Dus ik zet even een polletje daar in het hoekje. Als jij het echt zou willen kopen van mij als Twent, klik even ja in het polletje en anders nee, dan weet ik hoeveel mensen ongeveer wel merch zouden willen en hoeveel niet. Een soort piep. Je kan ze maar punten halen in het spel. En elke 100 die ik onder de 1000 zit, krijg ik als minpunt. Dus stel ik haal 900, krijg ik 1 minpunt. 800, 2 minpunten, zo door. Als ik hoger haal dan 1000, kan ik elke 100 die ik hoger haal dan die 1000, 1 punt erbij krijgen. Dit is mijn kans om te shinen en gewoon heel goed te doen. Dus we beginnen met een triple layout naar... een... Quint, 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 Quint! Ik ben dood. Maar ik heb wel 11 punten. High five, wel eens. Ik heb dus weer 11 punten erbij, dus ik zit nu op dit aantal punten. Ik weet niet hoeveel het is, want ja, ik kan niet tellen. Oké, dan doen we nog één rondje. Ja. Oké, dat is dus min 10 punten. Oké, nog één keer, nog één keer, nog één keer. Nu moet ik minimaal 10 pluspunten hebben, anders verlies ik geheid. Oh, oh ja, Quint, 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 Quint. Hey, oh, 5,5 was het zelfs. Oh, shit. Nee, weer min 7. Nu moet ik 17 punten erbij halen, dus dat is 2700 halen. Shit, dat is hoog. Oké, wacht, ik stop ermee. Ik vind het niet meer leuk. Ja. Nou, zoals jullie zien ben ik rete slecht in Flipmaster. Oké, maar dat is genoeg bullshit voor deze video, want Flipmaster kan je eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Dus ik ga hem hierbij afsluiten. Vind je het leuk dat ik Flipmaster speel? Ook al kan ik er niet zoveel mee, maar dat maakt niet uit. Vind je het leuk? Laat het even weten in de comments en geef een duimpje omhoog, want dan zie ik dat jullie het leuk vinden. Als jij een idee hebt hoe ik Flipmaster leuker kan maken, misschien dat ik met z'n tweeën dat we een wedstrijd ervan maken, of dat er opdrachten aan verbonden zitten, laat het dan ook even weten, want dan lijkt me het leuker om dit te spelen, want nu is het een beetje saai of zo, weet je wel. Nou, als je ideeën hebt, laat weten en dan zie ik je de volgende keer weer. Later.